Het ijshockey van vanavond heeft zo gezien dat het een gelijkspel werd. 3-3 en 4-4. Maar de Hagenaars hebben eerlijk gezegd hier in Heerenveen nog nooit zoveel klaargemaakt. Dat wil zeggen dit seizoen niet. En we hopen dat het nu het geval zal zijn. Maar ik moet zeggen dat hun zeer talentvolle jeugdspeler Edwin Troch ziek in bed ligt. Aan de andere kant is, we wensen hem het beste toe natuurlijk. Aan de andere kant is Leo Koopmans van de Vriezen niet helemaal fit. De puck op het ogenblik in het verdedigingsvak van de Flyers. Naar Mike Powers. Goed gedaan. Dat is Phil McKenzie van de Stars. McKenzie voor. Nee, die paas mislukte. En daar heeft Jack de Heer de puck. En rechts is Jan Jansen. Jack de Heer gaat alleen door. Paas Jan Jansen. Nee, Jan Jansen had net niet zijn stick tegen de puck aan. Hier komt een schot van Powers. En daar is de redding van Mark Storiemans. Uitstekende doelman van Den Haag. Even Wieren, waar ik van Gogh is teruggebleven. Jan Jansen. Jansen legt Jack de Heer en een goal. Van Jansen, de paas naar Jack de Heer. En ineens snoeihard van zijn positie uitgezien, vlak langs de rechterpaal. En dat is 1-0 voor de Veense Flyers. 10 minuten gespeeld nu in deze wedstrijd. Brian Sproxton voor de face-off. Maar de puck alweer in bezit van de Flyers. Wayne van Dorp. Van Dorp probeert Brian de Bruin te bereiken, maar dat heeft Jim van der Lee goed doorzien. McKenzie was dat, Dennis van Rijswijk. Dennis van Rijswijk aan de puck. Goede paas van Dennis van Rijswijk aan Sproxton. En een goede redding van Gerry Lievering. Het was goed voorbereidend werk van de jonge Dennis van Rijswijk. De zoon van de directeur van de Nederlandse IJshockeybond overigens. Witvoet. Ja, dat zou Sproxton weer een kans kunnen krijgen, maar Lievering heeft het doorzien. Geeft een paas naar Mike Powers. Die speelt een via de boarding, dus een soort biljart, naar Gord McDonald. Gord McDonald paas naar Wayne van Dorp. Wayne van Dorp naar Brian de Bruin. Die aanval loopt mooi, maar die aanval strandt op de benen van, wie was dat? Dat was Jim van der Lee. En hier misschien dan de kans voor Phil McKenzie. Schot is van McKenzie en die gaat erin. Lievering is verrast door dit verre schot. En zo is het 1-1 met nog 9 minuten te spelen. Brengt Phil McKenzie de stand op 1-1 en hebben de Nikon Stars dus ook gescoord. Hier is de kans voor Sproxton. Hij zal plotseling schieten, dat doet hij meestal. Dennis van Rijswijk ineens en nog een schot van. Eerst was het Sproxton, toen Dennis van Rijswijk. En toen kwam Phil McKenzie en die brengt de stand op 1-2. Met nog 3 minuten en 19 seconden te spelen in de eerste periode. Face-off is bij het doel van de Friese. Mike Powers. Gord McDonald. Gord McDonald. Mike Kouwenhoven. Verrassend schot voor Kouwenhoven. Zuist langs het doel. Gaat zelf door. Powers probeert terug te komen naar Kouwenhoven. Kouwenhoven. Kouwenhoven, Wayne van Dorp. Powers. Schot Powers. En het doelpunt. Waarschijnlijk nog door Wayne van Dorp van richting veranderd. Waardoor de stand weer 2-2 is. Met nog 2 minuten te spelen in de eerste periode. Overgenomen Arnold Troch. Brian de Bruin. Moet de puck nu wel afgeven. Geeft hem af van Gord McDonald. Gord McDonald in de breedte. Powers, Powers naar Tony Collard. Oh, dat was een goede combinatie even. Maar daar is Arnold Troch. Arnold Troch via de boarding probeert strijker te bereiken. Dat lukt. Strijker terug, Troch. Morrison is vrij voor het doel. Morrison krijgt de puck niet. Tony Collard. Brian de Bruin. Brian de Bruin via de boarding. Wie gaat erop af? Johan Toren. Mike Powers krijgt de kans. Powers schiet. Via de beenbeschermer van Mark Storiemans. Die dat schot bijna niet aan zag komen. Want werd achter de benen met het afgevuurd. Vliegt de puck in het Haagse net en zo is het na zo'n 5 minuten in de tweede periode 3-2 voor de Flyers. Opnieuw face-off bij het Haagse doel, Temmerman tegenover Mike Kouwenhoven. Puck bij Witvoet. Nico van Galen last, probeert een schot. Ketstaf op de benen van Temmerman. Schot is van Robin Zetten, werd nog van richting veranderd. Mike Kouwenhoven moet nu een paas geven. Robin Zetter moet nog. Robin Zetter krijgt de puck en hij scoort. Dat is heel goed wat Mike Kouwenhoven dat deed. Hij ging achter het doel langs, trok even de verdediger naar zich toe. Gaf de paas aan Zetter. En Zetter brengt de stand op 4-2 voor de Flyers.
genomen, teruggeplaatst naar die van Mieren, teruggeplaatst Gordon McDonald, schot Gordon McDonald, redding, Storiemans. Jack de Heer, Larry van Mieren. Larry van Mieren geeft hem af via de boarding, Jan Jansen. Op pointpositie staat Robert Settler. Nee, staat niet Robert Settler, daar staat Gordon McDonald. Powers krijgt de puck, Powers laat. Goede redding, Storiemans, hier is een kans voor Jan Jansen. De puck soefde vlak naast het doel. Het scheelde niet veel, de puck is nog los, kan nog gespeeld worden, wordt ook gespeeld door Sproxton. Sproxton, Paas McKenzie. Robert Settler speelt de man. En hier is Sproxton. Schot Sproxton, offside van McKenzie. Veesoff in de neutrale zone. Brian de Bruin. Via de boarding. Johan Toren. Paas naar Brian de Bruin mislukt. Maar hij krijgt hem terug. Toren, Brian de Bruin. Scheelde niet veel. Witvoet. Ja, offside. Tim van der Lee. Ja, ik zou maar schieten. Er zijn toch geen aanvallers om te helpen. Van Galen last. Wordt geblokkeerd door Sproxton. Sproxton komt misschien in schietpositie. Hij is in schietpositie. Nou, wat scheelde het. En misschien Witvoet. Oh, dit is een misser. Mike Kouwenhoven. Links is Jack de Heer. Jack de Heer krijgt de puck. Knal van Jack de Heer en een goal. En dat brengt de stand tot 5-2. En Jack de Heer is altijd dolgelukkig als hij scoort. En in de playoffs heeft hij enkele keren goed gescoord. Mike Powers. Mike Powers nu in het aanvalsvak. Powers naar Jack de Heer. Zal hij weer scoren? Nee. Hij werd net op de doellijn werd hij gered. Het scheelde niks. De puck zou over de lijn glibberen. Maar de verdediger waarschijnlijk Rick van Gogh was terug. Om hem van de doellijn af te tikken. Jan Jansen. Jan Jansen. Larry van Mieren. Larry van Mieren. Jan Jansen. Oh, wat scheelde het. Dit was even zoals we die lijn vroeger hebben gezien. Mike Powers. Jack de Heer, Tony Collard, achter de benen vandaan. Oh, dat is een goede stop van Storiemans. Sproxton geeft af aan Dennis van Rijswijk. Dennis van Rijswijk nu in het aanvalsvak. Wordt geblokkeerd. Misschien kan Jack de Heer nu iets doen. Naast hem is Tony Collard en hier is Jan Jansen. En Jan Jansen schiet naast in een hele mooie positie. Nou ja, hij heeft wel gescoord in deze wedstrijd, Sproxton. Goed gedaan, Sproxton naar Dennis van Rijswijk. Dennis van Rijswijk en Gerrit. De oude hap. Pat 7-2 met nog 3,5 minuten spelen. McDonald, paas naar Tony Collard. Terwijl de laatste minuut is ingegaan. Powers. Powers naar Gordon McDonald. Gordon McDonald, Tony Collard. Tony Collard, Johan Toren. Kan die alleen gaan. Draait om Van Gogh heen. Goed uit het doel gekomen door Storiemans. Van Gogh inmiddels aan de puck. In het vak gehouden door Gord McDonald. Gord McDonald, Tony Collard. Schot Collard. Scheelt niks. Johan Toren. Wordt geblokkeerd door Laarman. Gehouden door Gord McDonald. Een foute paas uit de Haagse defensie. Wordt door Gord McDonald opgevangen en die scoort en brengt de stand op 8-2 voor de Flyers. Publiek feliciteert de Flyers die inderdaad een grote overwinning hebben behaald en zeer verdiend. Het is nu wel duidelijk dat het aan de kop gaat tussen Nijmegen en de Flyers. De Flyers hebben op het ogenblik 1 punt minder dan Nijmegen. Vrijdag is de wedstrijd tussen Nijmegen en de Flyers. Als Nijmegen die wedstrijd wint, dan zitten ze eigenlijk wel gebakken. Maar met de Flyers in deze vorm zal het erg moeilijk zijn.